Het zijn gouden tijden voor het opwekken van duurzame energie. Zon overgoten weer, maar de wind bleef daarbij ook duidelijk aanwezig. En dat resulteerde afgelopen week in een bovengemiddelde opbrengst voor windenergie en ook voor de zonne-energie. Dus de windparken boven zee, maar ook boven land, die draaiden op volle toeren met die noordenwind. En kwam maar liefst een ruime 200 gigawattuur boven het gemiddelde uit. En door dat gunstige weer voor die duurzame energie was er maar liefst 50 uur afgelopen week waarbij er een negatieve prijs gold. Dus dat consumenten zelfs geld terugkregen voor hun opgewekte duurzame energie. En aan dat mooie weer voor energieproductie komt deze week weinig tot geen verandering. Zelfs nog iets meer zonne-energie. Later in de week gaan we wel wat minder wind meemaken. Maar alsnog wordt er een bovengemiddelde opbrengst voor die windenergie verwacht. Aan het begin van de week komt de wind namelijk nog uit de meest noordelijke richting. En daarmee worden ook wel wat wolkenvelden aangevoerd. Dat zorgt ervoor dat de opbrengst van zonne-energie in de noordelijke helft van het land toch wel wat tegenvalt in vergelijking met het midden en zuiden van het land. Op woensdag vanuit het oosten wat wolkenvelden, voornamelijk wat hoge bewolking. Daar heeft de zon over het algemeen niet al te veel last van. En vanaf donderdag gaat de wind naar het noordoosten draaien, later zelfs naar het oosten. Gaat ook wat in kracht afnemen, dus de hoeveelheid windenergie gaat dan wat lager uitvallen, maar daar krijgen we zonovergoten weer voor terug. Dus de opbrengst van zonnepanelen gaat dat dubbel en dwars goed maken. Dat gaan we nog even in detail bekijken. Eerst voor dinsdag en woensdag. Voornamelijk op dinsdag is de noordelijke helft van het land gevoelig voor die wolkenvelden vanaf zee. Maar daar staat dan weer wel de meeste wind. In het midden en zuiden zonovergoten met dus een fractie minder wind. Op woensdag gaat de wind al geleidelijk iets afnemen. Meeste wind nog op zee en in de kustgebieden. En over het hele land ongeveer evenveel zonneschijn. Met uitzondering dus van het uiterste noorden, waar die wolkenvelden van zee nog binnenkomen schuiven. En dus af en toe ook wat hoge wolkenvelden vanuit Duitsland. Vanaf donderdag gaan we dan geleidelijk met een oostenwind te maken krijgen. Die gaat ook wat minder krachtig zijn. Dus de hoeveelheid windenergie, daar moeten we toch echt van de windmolens op zee hebben. Boven land gaat dat allemaal een stuk lager uitvallen. Maar dat wordt dan weer weggestreept tegen die toename aan zonne-energie. Zonovergoten weer, hooguit wat stapelwolken. En dat is ook vrijdag nog aan de orde. Nou, met die toegenomen hoeveelheid zonneschijn gaat ook de temperatuur wat oplopen. Dus de tip die ik als laatste nog wil meegeven is dat de ramen die overdag naar de zon gericht zijn, doe daar je luiken of gordijnen dicht. Dan zorg je ervoor dat de kamer niet zo sterk opwarmt en dat je dus ook de airconditioning nog niet aan hoeft te zetten. Dan wens ik u een mooie en zonnige week.